Zo zeg. Liep. Liep. We zijn op Utrecht Centraal. Onderweg naar RTV Utrecht. Die komen hier ophalen. Want ze hebben mij gevraagd of dat ik mee wil gaan naar een school om daar te kletsen met kinderen over Zwarte Piet. Wordt wat. Ja, daar zijn we. De auto is gevonden. RTV Utrecht is gevonden. Hallo. Wie hebben we hier? Peter Kniering van RTV Utrecht. Peter van RTV Utrecht. En wat gaan we doen, Peter? We gaan naar een school in Harmelen, de Horizon. En dan gaan we het hebben over Zwarte Piet. Of over Piet. Of over, nou, in ieder geval Piet. Piet. Daar moeten we goed in de gaten houden. Piet. Ik ga daar ook mee. Ik blijf hem ook nog even Zwarte Piet noemen. Hetzelfde als dat ik de koning ook koningin blijf noemen. Piet, want waarom doen we dat eigenlijk vandaag, Peter? Nou, omdat we willen horen van de kinderen wat zij vinden van Piet. Want er wordt ontzettend veel gediscussieerd door met name oudere mensen over hoe Piet er dan uit moet zien. Of die zwart moet zijn, of wit, of blauw, of geel. Maar we willen wel eens een keer horen van de kinderen, ja, hoe denken zij erover? Ja, en wie kun je dan beter vragen dan de kindercorrespondent? Haha! Hallo Jumbo! Hier achterin zit trouwens Hein. Hey Hein! Hey. Hein filmt, Hein vlogt het vlog. Ja, vlog. Ik vlog de vlog. Vlog. We vloggen de vlog. Vloggen de vlog. Vloggen de vlog. Ja, gaat het goed, Hein? Het gaat heel goed. Oké, fijn. Met jou ook, Taco. Fijn, Hein. Ja, zeker. Heb je er zin in? Ja, nou, we zijn net verkeerd gereden, dat is jammer. Maar volgens mij zijn we nog precies op tijd zometeen. Nou, net iets te laat, maar dat iets mag te ook, laat. Toch? Ja, kan. Zo, daar gaan we. We zijn op basisschool De Horizon in Harmelen. Camera mee, statief mee, altijd belangrijk natuurlijk. En ik heb een microfoontje gekregen, zodat de televisie mij kan horen. Hallo. Hi, Inge. Hallo allemaal. Oh, jullie zijn al begonnen. Hoe gaat het hier? Wat zijn jullie aan het doen? Niks? Doen jullie hier niks op school? Oh, wat goed zeg. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Ik ben Taco, dit is Hein en dat is Peter. En Peter is van RTV Utrecht en we zijn hier in de klas. En ik was al van het Jeugdjournaal, maar ben nu kindercorrespondent. En dat betekent dat ik vooral naar kinderen luister, wat jullie belangrijk vinden. En wat jullie mening ergens over is. We komen bij jullie kletsen vandaag hier in de klas over Sinterklaas en de hele Pietendiscussie. Ja, en wat jullie daarvan vinden. Ja, dat er zoveel over gediscussieerd wordt en dat er zoveel gedoe over is. Hebben jullie gehoord dat er gedoe over is? Ja. Ja? Vinden jullie daarvan? Ja. Stom? Ik vind het stom. Waarom? Omdat het niet leuk is, want eigenlijk hoort Piet en Sinterklaas soort een feest te zijn en niet een soort van ruzie. Oké, daar gaan we het zo meteen nog veel meer over hebben. Hebben jullie, er was hier al een vraag, komen we op televisie? Ja, we komen op RTV Utrecht. Kinderen, hier zitten of daar zitten waar jij wil zitten. Ja, ik wil zitten. Ja, ga je. Hey, en dan vind ik één ding even heel belangrijk. En dat is dat we net doen omdat er geen camera is. Goed? Okay. De camera gaat zo meteen rondlopen en die gaat dan ook jullie nog even vragen stellen en zo allemaal. Maar we doen net of er geen camera is. Dus niet in de camera. Er is een discussie over Sinterklaas en over de Piet en wel en niet en zwart en... Wie heeft gehoord dat er gedoe is? Allemaal gehoord wat er gedoe is. Wat vinden we daarvan, van het gedoe? Niet slecht. Slecht, wie wil er iets over zeggen? Ze moeten het eigenlijk aan de kinderen vragen, want de kinderen vieren van grotendeels het feest. Oké, okay. Maar waarom, ja? Vertel jij. Nou, weet je wat het is? Het zijn gewoon van grote mannen, die geloven, ja. En die gaan dan zich druk maken over Zwarte Piet, terwijl ze eigenlijk gewoon moeten druk maken over hun werk. Als mensen ouder dan zijn, dan gaan ze gewoon sneller zeuren over. Ja, je weet het meer? Ja, nou, bijvoorbeeld bij het Sinterklaasjournaal stopt de hoofdpiet er nu ook mee. Ja. En dan denken kleine kinderen van, waar is de hoofdpiet? Eigenlijk zijn de ouders dan de bederfers van het feest, want de kinderen maakten daar geen druk om. Ja. Maar alle ouders het wel. Ja. Als de ouders er geen druk om maakten, was het nog helemaal niet zo'n toestand geweest. Ja. Dus alles een beetje tussen wit en zwart is goed, maar kleur is onzin. Ja, zeg maar. Ja. Of vanzelf geven ze ja. Ja, hè? Ja, en dat lijkt niet echt. En klauw is niet echt.
Ik wil jullie allemaal eventjes super bedanken dat we hier mochten zijn. En dat jullie eventjes vragen mochten stellen. En dat jullie je mening hebben gegeven. Vind ik heel belangrijk. En vonden jullie het leuk? Ja! Vonden jullie het belangrijk? Ja! Wie vindt dat volwassenen meer naar kinderen moeten luisteren? Ik! Ja. En wie heeft er zin in Sinterklaas? YouTube.com/kindercorrespondent. Volg hè, volg. Like, oh nee, dan moet je altijd zo. Moet zo onder in beeld. Like. Subscribe.